Beste jury, ik wil u even aan herinneren dat wij met iets heel belangrijks bezig zijn. Wij zijn namelijk bezig om volksleugen nummer 1 te verbieden, beste jury. Wij zijn bezig de maatschappij te verbeteren. En op zo'n danige manier die de historie ingaat. U wordt de nieuwe Sinterklaas als u naar ons luistert. Want, beste jury, waar hebben we het nu over gehad? We hebben het gehad over het feit dat wij als toekomstige ouders maatschappelijk verplicht zijn te gaan liegen tegen onze kinderen over een man met een baard en een mijter. Een opplakbaard en een goedkope tweedehands mijter wel te staan, beste jury. Wat moeten wij namelijk gaan doen? Wij moeten mee in deze maatschappij die alleen maar bestaat uit Sinterklaasjournalen. Uit NOS-journalen die gaan filmen hoe de boot van Sinterklaas uit Spanje aankomt en alle kinderen vrolijk langs de kant staan te wapperen. Daar moeten wij als toekomstige ouders in mee, beste jury. Wij als toekomstige ouders willen de waarheid vertellen tegen onze kinderen. Wij willen onze kinderen geen plezier ontnemen. Dat is iets heel anders. Wij willen onze kinderen opvoeden met de normen en waarden zoals die vandaag de dag gelden. Wij liegen niet tegen onze kinderen. Nou werd er hier gevraagd, waar is nou dan dat probleem? Waar zien we dat nu terug vandaag de dag? Beste jury, kijk om u heen. Alles en iedereen liegt. Dat zit ergens, dat heeft een basis gevormd. Die basis zit hem misschien wel in Sinterklaas. Hij zou in ieder geval niet hebben bijgedragen aan het eerlijk zijn van de huidige mensen. Dus als het in ieder geval baat niet, dan schaadt het niet om deze leugen af te lassen. Af te schaffen, moet ik zeggen. Gaat u gang. Ik heb een vraag aan u. Toen u zo vrolijk langs de kant stond, vond u het trauma dat daarna kwam zo erg toen het steeds mentale schade? Zeker. Wat is namelijk het geval? Ik was niet vrolijk omdat ik daar een man uit Spanje zag komen. Ik was blij omdat ik wist dat ik cadeautjes ging krijgen. En dat ik pepernoten gegooid zou krijgen. Kinderen worden niet vrolijk van de leugen van de ouders dat die man over daken lopen. Kinderen worden blij van de cadeautjes die ze krijgen. En dan maakt het kind niet uit als we daar een historisch pakket aan koppelen met de heilige Sint-Nicolaas die uit Turkije komt, beste jury. Ook dan zijn de kinderen nog net zo blij. Net zo fijn, vinden ze de cadeautjes net zo fijn. En dan hoeven we niet tegen ze te liegen. En de kinderen krijgen geen dubbel moraal mee. Helemaal mooi. En wat is namelijk het geval? Zij hebben namelijk gezegd, dit is nou opvoeding. Opvoeding is een kind, is Sinterklaas misbruiken om tegen een kind te zeggen van, als jij niet je best doet, ga je mee in een zak naar Spanje en dan word je opgesloten in een ruim. Beste jury, hoeveel kinderen kunt u opnoemen die zeggen, ja, ik was het hele jaar niet zoet en vervolgens werd ik meegenomen in een zak naar Spanje. Ik kan er geen één bedenken. Beste jury, hoeveel kinderen kunt u bedenken die het hele jaar stout zijn geweest en op 5 december alsnog gewoon allemaal mooie cadeaus kregen? Iedereen, beste jury, dat is deze maatschappij. Het is geen opvoeding, dit is liegen tegen een kind. Opvoeden, dat doe je door normen en waarden aan te leren en niet door te zeggen dat er een man door een schoorsteen probeert te kruipen. Dat heet inbreken. Dank u wel.